Reintegratiecentrum De Retonde verhuist dit weekend toch niet naar het voormalige Dessohuis aan de Molenweg. Omdat er nog een aantal zaken in het pand aangepast moeten worden, loopt de verhuizing vertraging op. De bedoeling is nu eind 2014 over te gaan. De rotonde verhuist omdat het huidige pand aan de oude Molenstraat verouderd is. In het nieuwe gebouw moeten de arbeidsomstandigheden beter zijn. De rotonde komt in hetzelfde gebouw als SHD te zitten. SHD zet zich ook in om mensen weer aan het werk te krijgen. Het is de bedoeling dat de rotonde vanaf 1 januari aan de molenweg zit.